Hoi, ik heb het boek meegenomen van De Rampzalige Reis van Ellie en Nelly. De schrijver is Rinders Kromhout en de illustrator is Annemarie van Haringen. Het boek gaat over Ellie en Nelly, die gaan naar Spanje toe omdat ze in Nederland hebben ze heel veel onaardige dingen gedaan. Dus wil niemand meer bij hun in de buurt komen. En uiteindelijk dan gaan ze op een boot naar Spanje, naar hun opa en oma. Alleen dan gebeurt er iets op zee, waardoor ze met aanstromen op een eiland. En daar vinden ze een schat. Hier is het schat en dan gaan ze met z'n allen naar het schat toe met zijn vader en moeder en Ellie en Nelly. En uiteindelijk dan gaan Ellie en Nelly, die gaan, dan hebben ze hun koffers gevuld met al het goud wat erin zit. En daarna willen ze wel weer naar Spanje toe, naar hun opa en oma. En dan gebeurt er iets, want Ellie en Nelly die willen, die gaan dan op een boot, ja, op een soort vlot, gaan ze dan naar Spanje toe. En dan komen er hele hoge golven en dan belanden ze in de zee met z'n tweeën. Als je wil weten hoe het boek verder afloopt, zou ik hem zelf lezen.